Ook in Alkmaar waren tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetstrijders actief. Een aantal van hen heeft het verzet tegen de bezetter moeten bekopen met de dood. Op meerdere plekken in Alkmaar herinneren monumenten en graven aan die activiteiten en gebeurtenissen. Wie daarin geïnteresseerd is, kan sinds kort terecht bij de Verzetsheldenroute. De Verzetsheldenroute is eigenlijk een digitale route die je kan bekijken op de website alkmaaropdekaart.nl. En daar zijn een aantal punten te vinden die te maken hebben met verzetshelden in Alkmaar. De route werd woensdagmiddag compleet gemaakt met de onthulling van het laatste informatiebord, die van Frits Konijn. Onzichtbaar, krioelend leven, nietiger dan korrels zand. Korte flitsen, gezien vanuit mijn ruimtetijd. Het is ontzettend belangrijk dat we aan elkaar blijven vertellen wat er is gebeurd in die jaren, maar ook hoe hele gewone mensen soms buitengewone dingen hebben gedaan. En wat dat mij altijd doet, is dat het me ook stemt tot nadenken. Hoe doe ik de dingen? Waar geef ik mijn leven? Hoe geef ik mijn leven vorm? Dus om te herdenken, om niet te vergeten en om te reflecteren, vind ik het erg belangrijk dat we dat doen. Samen met Mark Alvenaar van het regionale archief in Alkmaar bezochten we nog twee locaties langs de route. We staan nu op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar bij het graf van Frederik Haverkamp. En tijdens de oorlog hield hij zich bezig met het opzetten van de geneeskundige dienst van de ordendienst. In 1944 moest Frits onderduiken omdat een van zijn patiënten ook was ondergedoken. Maar enige tijd later is hij uiteindelijk in Limmen alsnog gefusilleerd, eigenlijk als represaille voor een heel ander voorval. Ook verzetstrijder Bram Daalder mocht het einde van de oorlog niet meemaken. Alleen die missie die hij had was verraden en de politieagenten stonden hem op te wachten. Uiteindelijk is hij in kamp Amersfoort terechtgekomen en daar heeft hij 60 kaarten met name laten verdwijnen. En hij heeft dus eigenlijk op die manier voorkomen dat die mensen werden vermoord. Hij zelf is uiteindelijk in Boegenwald terechtgekomen. Voor mij is in januari 1945 is hij ook om het leven gekomen.